Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Vandaag in Booming Brabant. Steeds meer ZZP'ers verzekeren zich via een broodfonds tegen arbeidsongeschiktheid. René Albers vertelt over de plussen en minnen. Diefstal en criminaliteit die zorgen voor veel ellende op de truckparking bij grensovergang Hazeldonk. Maar volgens Tom Barthe is dat straks voorbij. Mijn kampioen voor vandaag is cateraar Bob Hutten. Het komend half uur vliegen de innovaties je om de oren. Dit is Booming Brabant. Welkom bij Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. Steeds meer ZZP'ers die zien een broodfonds als het ideale vangnet voor als ze ziek worden. En dus schieten ze nu als paddenstoelen uit de grond. De parkeerplaats voor vrachtwagens bij de grensovergang Hazeldonk wordt al jaren geteisterd door diefstallen. Het is hoogste tijd dus voor maatregelen. Bootje varen en toch niet zeeziek worden. Dankzij een vondst van DMS nooit meer misselijk aan boord. En appeltje-eitje, One to Born, die helpt kuikens aan een droomstart. Mijn kampioen voor vandaag is cateraar Bob Hutten. Welkom, Bob. Je hebt weer nieuws voor ons meegenomen. Boerderijdieren vaker de dupe van te lage prijzen. Vertel. Ja, dit is iets waar we nu echt een keer op moeten lossen. Volgens mij had dit op de voorpagina moeten staan van de krant. Dan hadden we koning even overgeslagen. Wanneer gaan wij nou met elkaar inzien dat wij meer moeten gaan betalen voor ons voedsel? En voedsel is de energie van ons leven. Dus, en als wij zo doorgaan, dan gaan we het gewoon niet redden met elkaar. En boeren helemaal niet. En wat je hier ziet, is dat eigenlijk... boerderijdieren gewoon sterven van de honger omdat een boer het niet kan betalen. En dat is zo'n noodsignaal dat we nu eigenlijk moeten zeggen, jongens, we zijn te ver doorgegaan. We moeten het nu op gaan lossen. We gaan met z'n allen gewoon meer betalen voor voedsel, de energie van ons leven. Denk jij dat we dat voor elkaar krijgen binnen nu en... Het zal moeten. Hè. Er is geen andere oplossing. We willen met elkaar allemaal ouder worden. We willen allemaal meer energie hebben. En dan moeten we kijken naar de voedingswaarde in ons voedsel. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dus meer respect voor voedsel. Dan wordt er ook minder verspild. Dat is ook nog eens een hele belangrijke. En dan gaan we ook iets meer betalen. En zo maken wij onze keuzes. Ja. Heel kort, ben je bereid om meer te betalen voor voedsel als het goed... Ja. Goed gefokt wordt, om het zeggen. Zeker? Ja. Nou, ik hoorde trouwens voorstanders. Ik hoorde trouwens nog in mijn omgeving dat er op dit moment varkensboeren naar de bank moeten bellen of ze geld kunnen krijgen om voedsel te kopen. Zo erg is het op het moment. Ja, daar moeten we echt iets aan gaan doen. Ja. Ja. Iets anders, ons nieuws. De ondernemende student die vindt eerder een baan. Een student die tijdens een opleiding een actieve ondernemende houding is bijgebracht, die vindt sneller een baan. En dat is een onderzoek van de TU in Eindhoven. En het wordt vandaag gepresenteerd aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Ja, daar kom ik toch meteen bij jou even uit, Bob. Zit dat nou in het bloed, dat ondernemend zijn? Of kun je dat dus wel degelijk aanleren? Ja, ik heb gewoon moeite met deze stelling en dan met name met het woord de ondernemende. Kijk, als je zegt dat een student initiatief neemt, hè, dan vind ik dat iets anders. Maar ondernemend zijn, ondernemers zijn, dat is gewoon, dat vraagt nogal veel van iemand. En dus ik vind dat er veel te makkelijk met zo'n term gegooid wordt. Maar het is wel absoluut zo, een student die zeg maar het avontuur zoekt, die vol met passie zit, die zijn kansen grijpt, die actief is, die niet gaat zitten wachten, maar eruit kruipt. Ja, dat zijn wel de studenten die het eerst aan een baan komen. Ja, maar Ton, is dat niet altijd zo? Dat als je dus al een beetje ondernemend bent, dat je automatisch er sneller aan toe komt aan een nieuwe baan, dan hoef je er niet ondernemend voor te zijn. Ik denk het wel, maar het is wel van belang dat zo'n student een beetje bekijkt van wat is er te koop in de wereld, wat doe ik en wat kan ik ermee? Want dat heb je natuurlijk als werkgever ook nodig. Ja. Je zit natuurlijk toch aan mensen te wachten die je verder helpen. En daar zijn dit soort studenten beter in dan anderen. Ja. Juist. Innovatie dan. Je zal er maar last van hebben. Ben je lekker een stukje aan het varen, word je zeeziek van al dat geschommel van de boot. Einde waterpret. Maar dankzij het bossenbedrijf DMS is dat verleden tijd. Want DMS bedacht een stabilisator waardoor boten minder schommelen. Kom maar op dus met die windkracht 8. Zeeziekte is echt een van de ergste dingen die je kunt overkomen aan boord van een schip. Ja, het sloopt je, om maar zo te zeggen, als je echt zeeziek bent. Dus dat is niet best voor de veiligheid ook aan boord van schepen.
Ja, dat is exact de reden dat wij dus het bedrijf DMS Holland hebben opgestart en het ontwikkelen van stabilisatoren. Die stabilisatoren zorgen ervoor dat je dus niet rolt met je schip. Want dat is de vervelendste beweging aan boord van een schip. Dan aan het einde, dan aan de steiger bij molenshipyards aanleggen. We staan 3 jaar als bedrijf nu en we hebben in die 3 jaar tijd 2 systemen ontwikkeld, de Antirol en de Magnus Master. Nou, dit is dus het gepatenteerde Antirol stabilisatiesysteem. Gepatenteerd omdat het dubbelassig is en dat zien we hier. Dus die vinnen die draaien op het moment dat het schip vaart en op het moment dat het schip stil ligt, dan maakt hij deze beweging. Want dan gaat er geen water overheen en dan genereert hij dus de lift en de krachten vanuit deze beweging. Afgekeken van de walvis. En de Magnus Master is op basis van het Magnus effect, in de volksmond effect of spin, wat ook voorkomt in sporten. Bijvoorbeeld bij Johan Cruijff, die mooie curve geeft. Alleen wij passen dat toe met een rotor in het water. Dus op het moment dat ik ze ga gebruiken, nou, dan klappen ze onder het schip uit. Dan gaan ze naar buiten staan. Daar stroomt water overheen. En dan gaat hij dus afhankelijk van zijn draairichting die kracht naar boven en naar beneden genereren. En zo houdt hij het schip continu stabiel. Inmiddels zijn we nu 2 weken verder. Het systeem is geïnstalleerd op de Black Pearl. En we gaan nu het systeem vandaag testen en laten zien hoe het werkt en hoe goed het werkt. We hebben hier namelijk geen golven, dus de boot zal niet gaan slingeren door de zee en door de golven. Maar dan gaan wij zelf de boot laten slingeren. We zetten hem daarmee op slingeren en dan aan. En dan zien we ook gelijk in 1 keer stil liggen de boot. We willen in Nederland innoveren. We willen in Nederland produceren en we willen echt de grootste worden en de beste. En dat hoeft dan niet zozeer in aantallen of in omzet, maar wel de beste zijn. Mijn vrouw is erg gevoelig voor zeeziekte. Ja. Als ze een golfje ziet, dan hangt ze al overboord. Ja. En die hebben een beetje aangedrongen van, joh, zou je eens een keer denken aan het stabilisatiesysteem. En zeer tevreden moet ik zeggen. Ja. Ik heb nu hopelijk een gelukkig huwelijk. Meer. Ja. Ja, Ton, ik zie jou. Kijk, je hebt ook een boot. Ik heb een hele bescheiden zeilboot, dus ik hou van golven, zeg maar. Want dat is een beetje deel van de sport. Maar heb je mensen die niet met jou mee willen omdat ze niet tegen golven kunnen? Absoluut, ja. Zeker als je IJsselmeer of zo wat gaat zeilen, dan kun je zeer beroerd worden van de golfslag. Zou je het overwegen? Ik zei, voor mijn zeilboot is het niet zo heel erg. Maar als ik een motorboot zou hebben, zou ik misschien wel overwegen. Zou ik hem zeker erin leggen. In Nederland zijn er 1 kleine miljoen ZZP'ers. En van die groep is zo'n 2/3 niet verzekerd als ze ziek worden. En dat is eigenlijk niet zo vreemd, want een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering is flink aan de prijs. En zo ontstond ook het Broodfonds, waarbij zelfstandigen elkaar financieren als ze door ziekte stil komen te liggen. Het is niet nieuw, maar het is wel steeds populairder. René Albers, jij ondersteunt nieuwe broodfondsen bij de oprichting, bij de opstart. Hoe werkt dat nou precies, zo'n broodfonds? Een broodfonds is dat je met een groep ondernemers een vereniging opricht. En je legt geld in per lid. En dat geld blijft van jou. En op het moment dat er één van de leden ziek wordt, schenk je allemaal een klein deeltje aan de zieke. Oké, hoeveel ondernemers ben je dan ongeveer? Minimaal 20, maximaal 50. En hoeveel leg je in? Je legt in vanaf 33,75 tot €112,50 per maand. Je hebt 8 niveaus. 8 niveaus. Maar bijvoorbeeld, ik word ziek, ik zit in dat fonds, ik betaal €100 per maand. Je betaalt niet, je legt in. Je legt in. Het blijft in. Jouw geld. Ja. Belangrijk om te noemen. Het is een soort sparen wat je doet. Het is gewoon een aparte spaarpot die je creëert. Maar nu overkomt het mij. Ja. Ik lig eruit. Wat dan? Ja. Nou, dan geef je dat aan dat je ziek bent bij je bestuur en dan worden een aantal procedures afgewikkeld en vervolgens krijg je een schenking. Vanaf welke tijd? Meteen na dag 1? Na 30 dagen eigen risico. Dat na 30 is dagen. Ja. En wat krijg ik dan? Als afhankelijk 100... van je inleg. Maar bij €100? Bij €100, het is €90, dan krijg je €2000 netto. Want het is een schenksysteem op basis van het belastingssysteem. Mm-hmm. Het is een netto bedrag. Ja. Waarom is dit zoveel interessanter dan een verzekering afsluiten bij het UWV of bij de bank? Belangrijk is de kosten natuurlijk. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is hartstikke duur. Ja. Maar het tweede is dat ondernemers het samen met elkaar willen gaan doen. Dus van onderop met mensen die je kent en waar vertrouwen terugkomt. Mm-hmm. Dat is echt het houding, hè? Ook echt houding naar elkaar. Ja. Dan, hè? Je wilt solidair zijn, je wilt elkaar helpen om gewoon te herstellen.
en niet geplaagd te worden door heb ik wel of geen inkomsten, want er is in ieder geval een deel via een schenking. Maar kun je niet gewoon lekker zelf een potje sparen? Je kunt zelf een potje sparen, maar als je 2000 euro in de maand nodig hebt, dan moet je vrij veel sparen. Ja. En als je dat met 50 mensen doet, is het maar 40 euro. Dus maar wie kan er allemaal in zo'n broodfonds? Wordt dat in principe alle ondernemers. Iedereen, ook al ben je vroeger ziek geweest, heb je een hartfalen of zo. Is dat niet naïef? Klein nee, dat beetje. Is niet naïef, want iedereen kan iets overkomen. Ik kan hier de studio uitlopen en een hartaanval krijgen. Dus, natuurlijk. Maar het is ook solidariteit. Dus, want nu zijn mensen die iets gehad hebben, kunnen bijna geen verzekering meer krijgen. Maar stel nou dat ik dus een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dat ik daar niet eens voor in aanmerking zou kunnen komen. Die is dus van harte welkom in het broodfonds. Van harte welkom. Vind ik maar ook wel bijzonder. Ja, maar als je, want ik snap het eigenlijk nog niet helemaal goed. Hè? Want als je nou zegt, er zijn er een stuk of 30 zitten er in zo'n fonds. Hè? Ja. Nou, dan is er, die betalen gemiddeld 90 euro. Ja. Nou, en dan is er eentje ziek na 30 dagen. En die blijft er eens gewoon eens een maand of 7, 8 uit. Ja. Dan is de pot zo leeg, lijkt me. Dan blijft er nog voldoende over. Omdat je toch met een aantal mensen bent. En natuurlijk moet je zorgen dat je groeit. Daarom zeggen wij ook, probeer zo snel mogelijk naar die 50. Dan heb je voldoende in die potjes en dat gaat ook gebeuren. Ik zie elk broodfonds binnen anderhalf jaar vollopen. Maar dan is er ook toch ook altijd wel eentje die je dan toch moet weren, of niet? Die moet je weren. Ja. Nou ja, ik kan me eigenlijk voorstellen dat er iemand dan toch misbruik maakt. Ik denk dat die cohesie wel heel sterk is. Ja, zegt dat hij lekker ziek is en die zit thuis toch stiekem door te werken. Ja, dat kan ook, hè? Ja. Als je fraudeert, dan word je eruit gezet. Ja, ja. En dan benadeel je niet alleen je leden voor 4 of 5, 50 euro, maar je zet je netwerk op het spel. Ja. Want ze kennen jou. Ja. Maar nou heb je in die groep van 30 er per ongeluk 7, 8 die ziek zijn. Ja, maar dat is allemaal wat als. Het gebeurt gewoon niet. Nee? Wij hebben enorm lage ziektepercentages. Nou, want daar hebben we natuurlijk cijfers van. Ja. Er is een vergelijking gemaakt, hè? Ja. Tussen werknemers, zelfstandigen en leden van een broodfonds. Ja. Werknemers 3,85, zelfstandigen 2,1 en leden van een broodfonds 1,27%. Na 4 jaar, we zijn nu 4 jaar actief bezig, 7500 leden, 180 broodfondsen. En dat cijfer stijgt nauwelijks. Hoe kan dat? Dat heeft toch, wij denken onder andere, nou op de eerste plaats ondernemers willen werken. Want het kost je altijd geld als jij ziek bent. Uurtje factuurtje gaat niet door, je moet mensen inhuren, de relatie met je klanten staat op spel, het kost dat geld. Dus wij werken. En je hebt die wachtmaand natuurlijk, die eerste 30 dagen. Ja. Maar wij denken ook dat het komt, het is moeilijker vragen van mensen die je kent dan van onbekende verzekeraars. Dus er zal wel iets van terughoudendheid, want het is nogal wat om geld te vragen van mensen die je kent. Dat, ik ken al mijn leden, ik zit zelf in een broodfonds. Zij betalen mij, hè? Het is niet Interpol of Achmea, maar zij betalen mij. Dat voelt anders. Dus iets van terughoudendheid. Ja. Nou, een van de leden van het broodfonds in Den Bosch is paardentandarts Jan Groeneveld. Waarom wilde hij nou lid worden? Laten we even kijken. Ik ben paardengebitsverzorger. Ik had een afgescheurde kruisband. En daarna ben ik 7 maanden thuis geweest en 12 maanden onderweg. Voordat ik weer aan het werk kom. Ik was gewoon verzekerd bij een algemene verzekering. Qua werk zit ik in een vrij hoge risicogroep, dus je moet ook veel betalen. Toen ik wat had, kreeg ik 500 in de maand. Terwijl dat je eigenlijk iedere kwartaal dik 900 euro betaalt. Op het moment dat ik ziek ben, heb ik dat geld nodig, want ik heb geen inkomen meer. Ik maak altijd eerst even contact met het paard. Ik ben nu ook bij het broodfonds en bij het broodfonds is dan een schenking. De basis van het broodfonds is gewoon vertrouwen in de groep waar je bij zit. En je krijgt, je hoeft over de schenking die je krijgt, hoef je geen btw te betalen. Dus datgene wat ze jou schenken, dat krijg je dus ook. Volgens mij betaal ik op dit moment 68 euro in de maand. Ja, dat geld blijft in principe van jezelf. Ik ben er nu bij gegaan, maar in de groep hebben we geen zieken. Ik ben zelf niet ziek. En ja, datgene wat we tot nu toe hebben gedaan is alleen maar gezellig samen zijn. Goed zo, meis. Een gezellig clubje dus. Hoeveel zijn er nou in Brabant, René? Er zijn er nu 11 die helemaal volledig draaien. En er zitten er 5 of 6 in oprichting. Dus, 5 of 6, het gaat in ieder geval hard. Als laatste dan, hoe lang heb ik recht op geld, zeg maar, als ik eruit lig? Als je ziek bent, dan kun je maximaal 2 jaar voor 1 ziekte
een schenking krijgen. Maar als ik in de tussentijd nog iets anders erbij krijg, dan loopt het lekker door? Dan loopt het door, maar twee jaar... Ik zit aan de verkeerde kant, het is een prachtig initiatief. Ja. Dankjewel. Ja, zo goed. Over de bouwsector wordt wel eens gezegd dat ze niet genoeg met de tijd meegaan. Maar de stijgerbouwers van ASC in Etten-Leur die staan niet stil. Ze begonnen ooit als lasbedrijf, maar zijn inmiddels behoorlijk uit de kluiten gewassen. En ze ontwikkelen hun eigen producten. Bij ASC in Etten-Leur maken ze stijgers. En dat is op zich niet zo bijzonder, maar wat wel bijzonder is dat ze zelf producten maken. Zo hebben ze 60 patenten en een van die patenten is op deze hangbruginstallatie. Die stijgerbouwers hebben ook nog zwaar hoor. Dit is een zelfrijdende stijger. Er zit een robot in en die wordt bestuurd door dit kastje. Yeah. Draadloos. Dus terwijl je staat te werken, kan je gewoon heen gaan waar je heen wil. Dat houdt dus in dat je niet meer van je stijger af moet stappen en die stijger moet verplaatsen en weer door kunt werken. 30% van de ongelukken komt dus dat mensen van de stijger afspringen. Kijk. En dan zakken ze door hun kuiten, door hun knieën en dan krijg je allerlei vervelende situaties van. Dit is hoe het ooit begonnen is, hè? Als lasser. Daar ligt mijn passie en van het team ook een passie. Dus bij ons wordt alles met de hand gelast. Dus alles met een robot is gewoon altijd zwakker, omdat het minder diep inbrandt. Ja. Alleen dit kost wel meer arbeid. Dus iedereen komt bij ons binnen met een lascertificaat. Ja. Niveau 6 is het hoogste wat er is. En dan moeten wij ze alsnog 3 maanden opleiden om het naar onze hand te zetten, zeg maar. Dus dat, daarom zijn we ook zuinig voor onze mensen, want als wij ze helemaal opgeleid hebben, dan willen wij ze ook heel graag houden. Ja. En er komt een bepaalde techniek bij komt kijken? Ja, je moet heel snel zijn. Het aluminium is natuurlijk 2 mm dik. Mm-hmm. En een vrij hoge legering, dus het duurt vrij lang voordat het ontbrandt. En als het dan ontbrandt, dan moet je heel snel lopen. Anders komt er gelijk direct een gat in. Dus je moet wel een goede oog-handcoördinatie hebben, zeg maar. Dit is een wereldwijd patent op een systeem wat wij ontwikkeld hebben, waardoor je veel sneller kan bouwen, veel veiliger kan bouwen. En veel minder onderhoudsgevoelig. Dus ja, 3 innovatieve dingen die heel belangrijk zijn. En hier exporteren wij heel veel van. Hij loopt ook konisch. Ja. Dus je moet hem er echt indraaien. En dan draait hij zich eigen op spanning, draait hij zich eigen vast. Dus precies. Het staat sowieso altijd stabieler dan een standaard schoor. Ja. En het werkt veel sneller. Ja. 50% van onze omzet is export. En we zien dat we vooral in Scandinavië, Amerika, Duitsland, dat de producten daar heel erg geliefd zijn vanwege de kwaliteit. En Amerika doet het heel erg goed. Alles wat in Europa gemaakt is toch wel erg geliefd in Amerika. En daar sluiten wij heel graag mee aan. Nou, daar staat hij zo ongeveer, hè? Ja. Kijk, het mooie is dat we hier met een idee te maken hebben wat ook gewoon voor veel werkgelegenheid zorgt. En eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat we vaak kijken naar start-ups en innovaties en dat op een gegeven moment er eigenlijk niet gekeken wordt van wat voor impact heeft dat nou voor Brabant. Hè? En dit soort innovaties, ja, dat zie je gewoon, dat horen bedrijven waar heel veel mensen werken. Dus echt heel goed op. Ja. Het is een probleem voor veel chauffeurs. Veilig overnachten onderweg zonder dat je vracht wordt weggeroofd. In Brabant kwamen wederom de meeste meldingen binnen. Het is hoog tijd dus voor een beveiligde parkeerplaats. En die komt er in West-Brabant bij de hotspot Hazeldonk. Tom Bart, je bent een van de initiatiefnemers. Wat kan deze beveiligde plek precies bieden? Voor de vrachtwagenchauffeur inderdaad veilig parkeren. Dus beveiligd met camera's en alles wat erbij hoort. Comfort voor de vrachtwagenchauffeur. Ook heel belangrijk, want die moet inderdaad verplicht 11 uur per dag overnachten. En in het weekend zelfs 36 uur aan één gesloten ergens staan. Dat is lang, hè? Dat is heel lang. Wat voor comfort krijgen ze dan? Dan moet je denken natuurlijk aan zulke elementaire dingen als de wc en de douche. Maar ook een wasmachine waarbij ze hun was kunnen doen. En langs maar is dat niet normaal dat het bij een truckstop zit? Nee, dat is zeker niet normaal. De meeste verzorgingsplaatsen langs de Rijksweg is helemaal niks. Er is zelfs geen wc.
En toch worden deze heren geacht om daar, wat ik je net zei, 11 of soms zelfs 36 uur te staan. En men gaat dus kamperen. Ja. En datzelfde zien we op bedrijventerreinen en andere plekken buiten de hoofdwegen. Omdat ja, er is gewoon een schrijnend tekort aan die parkeerplaatsen. Laat staan aan voorzieningen voor die chauffeurs. Ja, oké. En op het gebied van beveiliging, wat kunnen zij dan verwachten? Nou, dat betekent dat wij controleren dat de combinatie erin gaat ook de combinatie is die eruit gaat. Hè. Dus dat de trekker en trailer nog dezelfde combinatie zijn. We zorgen dat er geen ongeautoriseerde voertuigen en of mensen op het terrein komen. En we permanent doen we aan videobewaking van alles wat er op het terrein gebeurt en staat. Maar dat betekent dus inderdaad videobewaking, maar ook beveiligers? Of wat, hoe kun je dat Er combineren? Zijn ook beveiligers, maar die zijn er niet 24 uur per dag. Maar er komen ook beveiligers op het terrein. Ja. Oké, waarom de plek Hazeldonk? Nou, Hazeldonk staat, wat je net al zei, al jaren in de top 4-5 van de meest onveilige parkeerplaatsen in Nederland. Een ongelooflijke hoeveelheid vrachtwagens die daar voorbij komen. Jij zei terecht een paar keer, ik ben trots op Brabant. We hebben natuurlijk hier een wegvak waar per etmaal ongeveer 25.000 vrachtwagens passeren. Dat is ongekend in Europa, vreselijk druk. We moeten ook heel veel hebben van transport, hoogwaardige logistiek daar ook omheen in deze regio. Dus er is heel veel vraag naar goede faciliteiten en parkeerplaatsen. Maar ik vraag me af, als het al zoveel jaren in die top 5 staat, waarom duurt het dan zo lang voordat er zo'n parkeerplek komt? Omdat het gaat over een groot terrein, veel ruimte wat nodig is en het ook gewoon complex om te financieren. We zijn met dit project in Hazeldonk nu denk ik een jaar of 4 in goed overleg bezig. En dan hebben we de steun nodig van de Brabants Ontwikkelingsmaatschappij, we hebben de steun nodig van de gemeente Breda. En uiteindelijk vorig jaar een Europese subsidie ervoor gekregen om het ook echt vlot te trekken. Maar moet je trucker betalen? Ja, hij moet betalen en in Hazeldonk gaat het ongeveer 20 euro per overnachting zijn. Oké, we zijn ook eventjes een kijkje gaan nemen in Rotterdam. Ja. Mooi voorbeeld. Ja, het is wel veilig hier zo. Het is wel veilig. En het is hier 24, er zijn ook genoeg camera's hier, dus het is wel veilig. Nee, dat gebeurt wel eens, dat ze overvallen worden. En dan leggen ze te slapen in de cabine. Dan krijgen ze een soort slaapmiddel naar binnen gespoten. En dan slapen ze gewoon even door en dan kunnen ze op de gemak hier de lading leeghalen. En dat gebeurt hier niet, want hier is het 24 uur safe, bewaakt. Ja, je kan douchen, je kan wassen, je kan televisie kijken, je kan internet gratis gebruiken. Nou vraag ik me wel af, jij gaf net aan 20 euro per nacht, hij zegt een tientje, waarom betaal je bij jullie twee keer zoveel? Ja, omdat dit een initiatief is van het Rotterdams Havenbedrijf, die een aantal van die parkings heeft gedaan. Dat natuurlijk als functie ziet van haar rol. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid meters die je nodig hebt voor een individuele parkeerplak en je kijkt ook naar wat dat in Europa kost, dan is dat normaal gesproken 20 euro. Ja, maar wie gaat dat dan betalen? De chauffeur zelf of het bedrijf? In de meeste gevallen het bedrijf zelf. In een aantal gevallen zal de chauffeur het moeten betalen. Maar ja, dat moet wel gebeuren. Het bedrijf heeft het er wel voor over. Ja, het is vaak de ladingeigenaar die dat voorschrijft of de verzekeraar die het voorschrijft. Veel van die auto's gaan nu met heel veel geld op pad. En dan is diefstal van diesel of lading is natuurlijk heel vervelend. Maar ook het verlies aan tijd. Hè? Het feit dat men gewoon een parkeerplek moet zoeken. Een vrachtwagen kost zeg maar ongeveer 70 euro per uur. Ja, misschien zijn die mannen wel een half uur of drie kwartier aan het zoeken naar een parkeerplaats. Ja, dan kan je beter naar zo'n parkeerplaats. Dan kan je beter dat doen, lekker veilig. Maar ik neem aan dat verzekeringsmaatschappijen hier toch ook wel om zitten te springen. Dit scheelt hun toch zoveel geld. Waarom financieren zij niet een beetje bij? Ja, dat laatste weet ik niet. Dat moet je de verzekeraars vragen. Wat we gewoon merken is, het scheelt hun geld. Het is ook vaak zo dat als de lading een bepaalde waarde heeft dat men voorschrijft, dat dit soort veilige voorzieningen gebruikt worden door hun klanten. Het is heel erg moeizaam om zeg maar één op één een relatie te maken tussen een verzekeraar en het gebruik van een beveiligde truckpark. Die staan daar nog niet om te springen. In Frankrijk gebeurt het wel, toch? In Frankrijk doen we het. We hebben met één verzekeraar een afspraak die dat rechtstreeks vergoedt. En verzekeraars en ondernemers zitten veel meer op het spoor van, dat is wat we het natuurlijk ook over hadden. Mm-hmm. Hoe minder schade, hoe lager de premie. Dus doe het nou alsjeblieft maar, dan komt het uiteindelijk met die centjes ook wel goed. Dus Roosendaal, Rotterdam, Calais, waar kunnen we ze nog meer verwachten straks, deze plekken? Ja, zoveel mogelijk als het aan mij ligt. Voor wat betreft de Europese subsidie betreft Venlo en Duiven, naast dit project in Hazeldonk. En in Brabant? In Brabant, Waalwijk wordt er heel lang over gesproken, Tilburg wordt er lang over gesproken, Eindhoven is ook actief. Campus Bedrijventerrein staat een kleintje, Nobis Asten. Ja. Het wordt steeds veiliger. Ja, het wordt steeds veiliger. Dankjewel.
Start-up dan. Ja, een innovatie bedenken. Soms lijkt het gewoon appeltje-eitje. Maar je moet er natuurlijk wel even opkomen. Neem de mannen achter One to Born. Ze bedachten een diervriendelijke manier om kuikens te laten uitbroeden. Revolutionair is hun idee zeker niet, maar voor de kuikens is het een wereld van verschil. Want die komen een stuk relaxer op deze wereld. One to Born is, de naam zegt het al, dat is 1 verpakken van de broedeieren, 2 transporteren en 3 geboren laten worden van de kuikens in de stal. One to Born is innovatief omdat het in elke stal geplaatst kan worden, in elke broeierij, zonder hulpmiddelen en de kostprijs verlaagt en het rendement verhoogt en ook nog een keer welzijn van de dieren verbetert en duurzaamheid beïnvloedt. Normaal worden in een vleeskuikenstal de eenheidskuikens gebracht op na 21 dagen broeien. Bij ons systeem hebben we 18-daagse bebroede eieren. Die brengen we naar de stal. Die brengen we op dit systeem, de One to Born nabroedhouder. Het innovatieve zit in dit treesje. Hier passen eieren in van 50 gram tot 70 gram. Na het uitkomen in de broeierij worden de kuikens verzameld en op transport gezet. Dat is een behoorlijke stressfactor voor het kuikentje. En die stressfactor slaan wij in deze stal of met dit systeem over. Doordat deze kuikens in de stal uitkomen, direct beschikking hebben over voer en water, beginnen ze direct met een natuurlijke opbouw van het weerstandsvermogen. Daardoor krijg je een lagere antibioticumgebruik. Zowel voor de vleesbehouder als de broederij, als de slachterij en de totale keten verhogen we het rendement. Wij zijn in week 4 2016 begonnen met op grotere schaal te leveren. We hebben 35 stallen gedaan en alle stallen zijn gegaan zoals gepland. Het is de eerste keer dat we dit systeem toepassen op dit bedrijf. Om te proberen om toch het uitvalpercentage toch wat naar beneden te drukken en het rendement van de kuikens toch nog wat te proberen te verbeteren. We hebben afgelopen maandag 21.500 eieren binnengekregen en we hopen toch tot op 97% eieren die er dan uit gaan komen. Dus ik ben benieuwd. Voor ons is het belangrijk als een kuikentje geboren is dat het naveltje, zoals wij dat noemen, goed gesloten is en direct gesloten is. Om zo dus geen bacteriën naar binnen te laten gaan. Bij dit systeem van One to Born sluiten de naveltjes beter dan in de broeierij. Tevens letten wij heel sterk op het beenwerk of de kuikentjes hier rode hakjes beginnen te krijgen. Dat duidt op een proces wat te moeilijk geweest is, het kuikentje te veel energie heeft moeten stoppen in het uitkomen. Als we in een broedproces kijken waar dat wat geforceerder gebeurt, zien wij meer problemen met de navels en meer problemen met het beenwerk. Eigenlijk als je dit ziet door een, zoals sommige mensen nu zeggen, een simpel doosje, waar je daarmee kunt bereiken, ja, is dat natuurlijk wel redelijk uniek. Ja. Ja, mooie innovatie weer. Heb je nou zelf zoiets van, dat is een innovatie, die had ik nou gewoon moeten bedenken? Je ziet het, hè? Het is, ja. Zo moeilijk is het niet. Weet jij iets? Ja. De weg van Hees naar Osme, Heijmans en Daan Rozengaarde. Daar is echt goed over nagedacht. Op een nieuwe manier verkeer over weg laten lopen. Dat vind ik innovatief. Had jij moeten bedenken? Ja, had ik moeten bedenken. Ja. Tom? Ja, wat mij betreft, het ding waar we bij zitten, zo'n iPad. Ik vind dat of zo'n tablet. Vind ik geweldig. Heerlijk, hè? Het feit dat dit ding is 5-6 jaar oud. We kunnen echt niet meer zonder. Nee, briljant. Nee, maar ook kleinere dingen. Een regensensor in de auto of een parkeersensor, ook fantastisch. Nee, leuk. Had ik het maar bedacht, Bob. De meereizende chip. Dus in principe dat we alles straks kunnen chippen. En dat data verzamelt en al die wetenschap achter daar. Als je naar ons vak kijkt, het voedingsvak. Ja, daar gaat zoveel uitkomen. Ja, die had ik al willen bedenken. Mooi, we sluiten hem af voor vandaag. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst. Tot zover Booming Brabant voor deze week. Wil jij nou nog iets kwijt? Laat het ons dan weten op Twitter met de hashtag Booming Brabant. Of stuur een mailtje naar boomingbrabant@omroepbrabant.nl. Volgende week dan is er weer een nieuwe portie business voor je. Heel graag tot dan.